U kijkt naar het nieuws van dinsdag 2 juni. De werknemers van Honig in Nijmegen leggen het werk neer. Ze willen meer salaris en dat kan best, vinden ze. Want het moederbedrijf Heinz boekte vorig jaar grote winst. Voor de Graafschap is het morgen erop of eronder. Vandaag was de laatste training voor het allesbeslissende duel. En de rechter deed vandaag uitspraak in de Zutphense kliko-affaire. Ik ben hartstikke zenuwachtig, toch ook wel? Van straks moet ik zitten. Dag, goedenavond. Het moederbedrijf heeft een enorme winst geboekt en daar willen de werknemers in meedelen. Daarom voerden de werknemers van de honingfabriek in Nijmegen vanmorgen actie. De actievoerders zijn niet tevreden met het cao-voorstel van Heinz en de onderhandelingen zitten muurvast. Vanmorgen vroeg 5:30. De werknemers van de honingfabriek verzamelen zich om actie te voeren. In actie staat er op alle ruggen. Waarom? Omdat de werknemers nou hun baas willen laten zien dat zij genoeg van hebben dat Heinz zeg maar de hand op de knip houdt. Zij vragen 2,5% loonsverhoging. Heinz wil er bij lange na niet aan tegemoetkomen. En dat is de reden waarom ze besloten hebben tot een werkonderbreking. De cao-onderhandelingen zijn spaak gelopen. En de directie wil niet toegeven aan onze eisen, wensen. Het is maar hoe je het wil noemen. De actievoerders eisen een eenjarige cao met een loonsverhoging van 2,5%. Volgend jaar zou er dan opnieuw onderhandeld moeten worden over een nieuwe loonsverhoging. De directie van Heinz biedt de werknemers een salarisverhoging van 1,4% voor de rest van dit jaar en 1,7% in 2010. We zien ook in de markt dat de Algemene Werkgeversvereniging zegt dat recente cao's zo afgesloten worden tussen de 1 en 1,5%. Nou, wij zitten op 1,4 en 1,7. Ook als we kijken naar de economische ontwikkeling in de wereld, maar ook in Nederland, denken we dat dit een goed bod is. Vorig jaar boekte Heinz een wereldwijde recordwinst van 1 miljard dollar. En dus willen de werknemers in Nijmegen meedelen in de winst. Volgens de vakbonden kan de directie zich niet verschuilen achter de kredietcrisis. Ik denk dat in de vervoedingsmiddelenindustrie de bedrijven niet zoveel last hebben van de crisis. Mensen eten toch. En ik heb niet de indruk dat er minder gegeten wordt. Wat we bij honing zien is dat de kosten van het produceren omhoog gaan. En om concurrerend te blijven, ook voor deze fabriek, denken we dat we heel kritisch op de kosten moeten letten. En dus blijven Heinz en de werknemers lijnrecht tegenover elkaar staan. Als er volgende week geen akkoord is, dreigen de bonden met een 24-uur staking. En gaat de honingfabriek plat. Want de werknemers blijven achter hun eisen staan. Ja, ze moeten maar luisteren. Ja, ik bedoel, we werken hard voor de centen. En that's it. Door een aanrijding is er een file van 19 kilometer ontstaan op de A50 richting Os. Tussen de knooppunten Waterberg en de Waalbrug stond het verkeer aan het eind van de middag helemaal vast. Sommige automobilisten hebben bijna 2 uur stilgestaan op de snelweg. Een Poolse vrachtwagen is op een Nederlandse vrachtwagen gereden die in een al bestaande file stond. Door de snelheid van het Poolse voertuig schoot de Nederlandse vrachtwagen zo hard naar voren dat zijn voorganger ook werd geraakt. De inzittenden maken het goed. De twee vrachtwagens moesten worden weggesleept en hebben bijna 2 uur op de A50 gestaan. Door het ongeluk moest de rechte rijstrook worden afgesloten. Rond 5 uur werden beide wagens weggesleept en kwam het verkeer langzaam weer op gang. Het CDA wil dat minister Heers-Ballin van Justitie zich bemoeit met Katja, het 7-jarig meisje uit Ede dat vorige week door haar vader werd meegenomen naar Amerika. Volgens het CDA is er een kinderontvoeringsverdrag met de VS. De moeder van Katja heeft het ministerie van Justitie inmiddels om hulp gevraagd. 8 Achterhoekse gemeenten zijn een campagne begonnen om inwoners te stimuleren om energiezuiniger te wonen. Deelnemers aan het project Kies Groen Licht krijgen maximaal 1000 euro om energiebesparende maatregelen te nemen in hun woning. De deuren dicht tegen de tocht, de verwarming een graadje lager en vervolgens lekker een dik warm vest aantrekken tegen de kou. Dat kan beter, moeten adviseurs van de campagne Kies Groen Licht hebben gedacht. Op verzoek van bewoners komen zij vanaf vandaag kijken welke maatregelen nodig zijn om energiezuiniger te leven. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben van Kies Groen Licht. We hebben een afspraak. Oké. Okay. Dankjewel. Nou, de campagne Kies Groen Licht is gestart in de Achterhoek en is erop gericht om de mensen de stap te laten nemen om daadwerkelijk maatregelen te treffen in hun woning die leiden tot energiebesparing in hun eigen huis. Met een subsidie van 500 tot soms 1000 euro
moeten inwoners van de Achterhoek een steuntje in de rug krijgen om hun woning energiezuiniger te maken. Nienke Droppers uit Vorden is al een eind op de goede weg. We hebben al een aantal maatregelen genomen. We hebben een nieuwe cv-ketel, 10 centimeter dakisolatie. De energierekening daarentegen is nog steeds heel erg hoog. En ik zou graag willen weten op welke manier ik die nog verder naar beneden kan brengen. Je vertelde dat je al behoorlijk wat geïsoleerd had. Klopt inderdaad. Dus dak, vloer en de ramen die zijn gebeurd inmiddels. Ja. Dus als je dan kijkt wat er nog meer zou kunnen, dan zou je kunnen denken aan vormen van opwekking van elektriciteit of van warmte. Ja. Bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen. En op zich ja, lijkt daar ruimte voor te zijn, gegeven het dakvlak en gegeven de ruimte op het garagedak. Oké. Okay. Zonnepanelen lijken een mooi initiatief, maar die kunnen natuurlijk nooit betaald worden van een paar honderd euro subsidie. Ja, dat klopt. Energiebesparende maatregelen kun je eigenlijk in twee groepen zien. Eén is structurele maatregelen aan je woning en die kosten een hoop geld. Maar je hebt ook wat kleinere maatregelen. Bijvoorbeeld naar je verbruikers die je in huis hebt. Ik heb hier bijvoorbeeld een 28 jaar oude vriezer. Nou, die verwarmt beter dan dat die koelt. Zo snel mogelijk de deur uit en zorgen dat je een andere aanschaft. En dat scheelt een hoop op je rekening. Krijg ik dan ook subsidie als ik de vriezer vervang? Niet alleen op de vriezer, daar krijg je geen subsidie voor. Maar met het geld wat je met de structurele maatregelen een subsidie krijgt, kun je natuurlijk prima een nieuw vriezertje aanschaffen. De maatregelen moeten uiteindelijk een energierekening opleveren die 20% lager uitvalt. Pas dan komt de deelnemer in aanmerking voor de subsidie. Aanmelden kan vanaf vandaag via de website www.kiesgroenlicht.nl. Het is morgen de Dals of de Gladiolen voor voetbalclub De Graafschap uit Doetinchem. De ploeg speelt uit tegen RKC voor lijstbehoud in de Eredivisie. En vandaag trainen ze voor het laatst. Bij een van de toegangshekken van het stadion staat onze verslaggever Frank Wielaert in Doetinchem. Frank, grote vraag, is De Graafschap er klaar voor? Ja, dat weet eigenlijk niemand, want het cruciale gedeelte van de training mogen we niet zien. We mogen dus niet zien dat Geert den Oude hierachter penalty staat te oefenen en hoe die ze dan neemt. Want dat zou morgen wel eens van groot belang kunnen zijn. De trainer van De Graafschap heeft gezegd, bij RKC trainen ze achter gesloten deuren. Als ze daar geen openheid van zaken geven, dan doe ik dat ook niet. En train ik dus een bepaald gedeelte waarin die vrije trappen heeft geoefend en penalties heeft geoefend achter gesloten deuren. Dus hoe ze ervoor staan, geen idee. Zou dat misschien kunnen duiden op dat er een heel ander spel wordt gespeeld morgen? Nee, dat niet. Want we hebben wel door wat kieren de nodige hesjes kunnen zien. En daarin stond bijvoorbeeld Luc de Jong. En hebben we wel kunnen zien dat Sahar, Ben Sahar, de Israëlische huurling van Chelsea bij De Graafschap, dat hij geen hesje had. En Oussama Assaidi had wel een hesje. Dus dat zou een wijziging in de basisopstelling kunnen zijn. Maar ja, je kunt ook de boel een beetje bedonderen natuurlijk, door hesjes buiten beeld te wisselen, dat soort zaken. Het is niet zeker, we weten gewoon te weinig op dit moment. Maar misschien dat de trainer zometeen na de training toch nog iets toelichting van zaken wil geven. Dat zullen we dan ongetwijfeld ook weer melden op onze website als daar wat meer duidelijkheid over is. Op Gelderlands.nl. En het andere antwoord, dat horen we natuurlijk dan morgenavond. Frank Wielaert in Doetinchem, dankjewel. Brigitte Dirksen uit Zutphen stopte precies een jaar geleden per ongeluk haar vuilnis in de kliko van een ander en kreeg een boete van de milieupolitie. Onterecht vond ze en ze stapte naar de rechter. Vanochtend werd Brigitte schuldig bevonden. En toch liep de Zutphense kliko-affaire goed af. Mevrouw Dirksen was vlak voor de zitting nerveus en vond de hele affaire grappig en triest tegelijk. Ik ben gezegend met een hoop humor. En ik hoop dat de humor hier mij doorheen trekt. Maar ja, ik hoop dat de humor ook in het bezit is van de rechter die daar gaat zitten. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. En inderdaad, wat je al zegt, zoiets klein kan bloedserieus opgenomen worden. En de regels worden dan hoog in het vaandel gehangen. Want ja, de principe kwesties hebben hun aan hun kant natuurlijk ook. Maar ik hoop ook dat ze inzien van nee, er zijn belangrijke dingen waar wij dus echt meer tijd aan moeten besteden. En dat dit echt onderling geregeld had kunnen worden. Het Openbaar Ministerie achtte mevrouw Dirksen schuldig. Maar geloofde haar verhaal dat het per ongeluk was gebeurd wel. Ze had de verkeerde kliko meegenomen en dat pas twee weken later ontdekt. De eigenlijke eigenaar deed aangifte, waarop een boete van 60 euro volgde. De rechter was het met mevrouw Dirksen eens. Dat was nou ook weer niet nodig. Ten eerste, het feit is wel wettig en overtuigend bewezen. Het is ook strafbaar, u bent er ook strafbaar voor. Volgende vraag is, moet er ook straf worden opgelegd? Nee, vind ik. Het is een menselijke vergissing. Het heeft eigenlijk nauwelijks gevolgen gehad. In ieder geval geen ernstige gevolgen. Bovendien had het eenvoudig opgelost kunnen worden. Straf opleggen? Mijn antwoord is nee. Dus ik verklaar u schuldig zonder oplegging van straf.
Opgelucht en trots is ze nu. En schuldig. Dat wel. Ik ben hartstikke schuldig. Ja, guilty. Guilty. Maar ja, het was ook een foutje. Het was ook een foutje, maar het was een vergissing. Ze zal in het vervolg beter opletten, beloofde ze de rechter plechtig. De Europese verkiezingen kunnen de meeste mensen maar niet boeien. Maar dat ligt zeker niet aan Europarlementariër Maria Martens uit Nijmegen. Zij doet er alles aan om herkozen te worden voor haar partij, het CDA. Vandaag was ze in Doetinchem. De provincie Gelderland steekt nog eens 35 miljoen euro in de versterking van de regionale economie. De provincie hoopt zo werkgelegenheid te behouden. Eerder stak Gelderland al bijna 120 miljoen euro in de economie ter bestrijding van de recessie. Edward Sturing wordt de nieuwe trainer van FC Volendam. De oud-Vitesse-trainer wordt de opvolger van Frans Adelaar, die naar Sparta vertrekt. Sturing was aan het begin van dit seizoen nog assistent van de ontslagen Hans Westerhof en daarvoor hoofd jeugdopleidingen. De laatste maanden deed Sturing scoutingwerk en wedstrijdanalyses bij Vitesse. Ruim 1500 militairen kregen vandaag in Gelredome in Arnhem de herinneringsmedaille Vredesoperaties. Ze kregen de erepenning voor hun inzet tijdens de ISAF-missie in het zuiden van Afghanistan. Zo'n 45 mensen testen vandaag de toegankelijkheid van de stad Zutphen. Met scootmobiel, rolstoel, rollator en iemand op krukken bekeken ze de wegen naar de winkelcentra en de toegankelijkheid van kerken, buurtcentra en alle openbare gebouwen. Het onderzoeksrapport wordt in oktober overhandigd aan de gemeente. Bij steenfabrikant Wienerberger vallen zo'n 30 gedwongen ontslagen. De baksteenfabrieken in Spijk en Rijswijk sluiten en ook op het hoofdkantoor in Zaltbommel zullen de gevolgen merkbaar zijn. Door de economische crisis komen er minder bouwopdrachten binnen en moet de baksteenfabrikant reorganiseren. Apeldoorn overweegt een eigen energiebedrijf op te zetten dat de hele stad van energie moet gaan voorzien. De gemeente doet momenteel onderzoek naar de mogelijkheden. Apeldoorn heeft als doelstelling in 2020 een energie-neutrale stad te zijn. Drukkerij Flevodruk in Harderwijk is failliet. Oorzaak is volgens directeur Steven Hond teruglopende omzet en daardoor tegenvallend resultaat. De drukkerij werd in 1999 nog uitgeroepen tot beste drukkerij ter wereld. En directeur Steven Hond werd in 2000 verkozen tot Gelderse ondernemer van het jaar. Bij het voormalige ziekenhuis in Tiel zijn de archeologische opgravingen begonnen. Het terrein ligt vlakbij de oude stadsmuur en er zijn aanwijzingen dat er resten uit de middeleeuwen liggen. De werkzaamheden duren nog tot eind augustus. Wilt u reageren op het nieuws of heeft u een nieuwstip voor ons? Ga dan naar omroepgelderland.nl. De Europese verkiezingen staan voor de deur. Politieke partijen proberen het volk warm te maken om te gaan stemmen op 4 juni. CDA-europarlementariër Maria Martens uit Nijmegen was vandaag op verkiezingstournee in de Achterhoek. Martens staat derde op de CDA-lijst voor de Europese verkiezingen en wil graag herkozen worden in het Europees Parlement. Gaat u stemmen? Donderdag? Weet het nog niet. Oh. Hier in het centrum van Doetinchem probeert CDA-europarlementariër Maria Martens mensen over te halen om op haar te stemmen. Namens mag ik aandacht vragen voor de Europese verkiezingen? Daar hebben we niks mee. Heb je niks mee? Mevrouw Martens, lopen de mensen een beetje warm voor Europa? Nou, sommigen wel, anderen niet. Het wisselt heel erg. Sommige mensen hebben ook echt helemaal niks met Europa. En dat is natuurlijk jammer. Maar je merkt wel, voor veel mensen is Europa toch ver weg. En wat ik hoop te doen is Europa een beetje dichterbij te brengen en mensen interesseren om naar de stembus te gaan. De Europese verkiezingen zijn niet bepaald populair. Het opkomstpercentage is sinds 1979 flink gedaald, met een dieptepunt in 1999. Toen ging slechts 29,9% van de Nederlanders naar de stembus. In 2004 trok het aantal stemmers weer wat aan. Vindt u het belangrijk, deze verkiezingen? Ja en nee. Nou, ik weet er eigenlijk heel weinig van. Ik heb wel zo'n lijstje thuis gehad met op wie ik allemaal kan stemmen, maar ik ben er nog niet echt heel erg mee bezig. Wij hebben niks met andere landen te maken. Vind ik onzin. Moeten we gaan kiezen? Nee, flauwekul. U vindt het niet belangrijk, die Europese verkiezingen? Nee, absoluut. Ik vind het zelfs bemoeizucht. Maria Martens zit sinds 1999 in het Europees Parlement. 3 jaar geleden werd ze daar fractievoorzitter van het CDA.
Volgens Martens onderschatten mensen het belang van Europa. Denk aan milieu, denk aan criminaliteitsbestrijding, denk aan klimaat, nu de financiële crisis. Elk land op zich is te klein. Dus die internationale samenwerking is ontzettend belangrijk. Meneer, mag ik aandacht vragen voor de Europese verkiezingen? Ik sta kandidaat. Het CDA heeft nu 7 zetels in het Europees Parlement. De partij hoopt er 8 te halen. En met dit soort cadeautjes moet dat lukken. Het zal zeker indruk maken, hè? Zeker. Dat is wat mensen in Nederland van kennen. Ja, ze had in ieder geval goed weer, want het was vandaag een zonnige en warme dag. Maar wat doet het weer de komende dagen? We horen het van Reinier van den Berg. Het wordt een heel stuk kouder de komende dagen. Een jas of een trui, die kunnen weer van pas komen. Maar vandaag was het nog schitterend weer. Bijna Middellandse Zee, luchten zou je kunnen zeggen. Strak blauw, wel vrij veel van die vliegtuigsporen die een tijdje bleven hangen. En het is op veel plekken nog droog. Ondanks de plaatselijke buien van gisteren. De Achterhoek heeft last van droogte. Deze beek hier bij Winterswijk staat momenteel vrijwel droog. En als je dat dan vergelijkt met een nat moment, januari 2008... Zelfde bruggetje, zelfde beek, maar dan helemaal vol met water. Zo groot kunnen die verschillen zijn. Nederland vandaag nog steeds in de zon. Het weer komt vanuit het noorden en daar liggen wat meer wolkenvelden. En die komen vooral morgen en de komende dagen over ons heen. Maar vandaag was er dus nog bijna geen vuiltje aan de lucht. Gelderland, Nederland in de zon. Over Duitsland in de heuvels her en der wat stapelwolken, maar geen buien meer. En ook vanavond is het nog een tijdje vrij helder. Maar in de loop van de nacht komt er van het noorden uit geleidelijk wat meer bewolking binnen. Blijft droog en het is vrij fris vannacht, met plaatselijke temperaturen van 1 graad of 9... en een meest matige noord-noordwestelijke wind. En als we dan morgen vliegen over de provincie, ja, dan komen we toch duidelijk veel meer wolkenpartijen tegen over de provincie. Er zitten nog wel wat gaatjes tussen, zo links en rechts, maar het is allemaal vrij bescheiden. De zon krijgt morgen niet zoveel ruimte meer. En al oogt de bewolking morgen soms vrij dik, ik denk wel dat het droog blijft in Gelderland, met dus veel lagere temperaturen. Gisteren 25, morgen 1 graad of 15... of misschien nog net 16 hier in het zuiden van Gelderland, bij een matige noordwestelijke wind. Maar zoals gezegd ook af en toe zon. Het meest denk ik in het zuiden en in de ochtenduren. Namorgen nog een paar van die frisse dagen, donderdag, vrijdag, weinig zon en een enkele lichte regenbui, 14 graden op donderdag. Daarna gaan we wat omhoog, naar 1 graad of 19 op zondag. Maar tegen die tijd kan er ook weer een verfrissende bui vallen. U zag het al in deze uitzending. Morgen speelt de Graafschap de voor hen belangrijkste wedstrijd van het seizoen in Waalwijk. Er moet gewonnen worden van RKC om in de Eredivisie te blijven. De wedstrijd is live bij ons te volgen vanaf 8:30 morgenavond. Ik wens u nog een prettige avond en graag tot morgen.